De gemeente maakt een puzzeltocht van de milieuzone. Is de afpersen van de mol wel echt dement? En Utrechtse waterpoloers vieren spetterend kampioensfeest. Goedenavond, maandag 18 mei. Dit is U Vandaag. Het nieuws staat er bol van. Verwarde mensen die compleet door het lint gaan en zichzelf of hun omgeving iets aandreigen te doen. De politie zegt dat deze mensen steeds vaker voor gevaarlijke situaties zorgen. Voor hunzelf of voor hun omgeving. We gaan het er zo uitgebreid over hebben met Laura van Goor, psychiater bij Altrecht. Heeft de politie gelijk? Nou ja, in hun werkelijkheid wel. Ben benieuwd. Onze stamgast vandaag is Broos Nets. Jij wilt de culturele zondagen in Utrecht extra in de schijnwerpers zetten. Ja, als ik die kans krijg, dan wil ik dat wel doen. Want het is al 13 jaar een groot succes. En de bezoekersaantallen die stijgen nog steeds tot de hemel. Dus, kijken of je ons zo nog enthousiaster kan krijgen. We gaan ons best doen. Eerst gaat even Hans bijpraten over het nieuws. Dat klopt, de milieuzone in Utrecht is niet goed aangegeven. Dat vinden meerdere autoclubs. Verkeersborden staan te ver van de weg of zijn gewoon niet duidelijk. In één geval gaat een bord zelfs grotendeels verscholen achter bouwhekken. En de gemeente doet er niks aan. De gemeente Utrecht heeft maar liefst 6 borden nodig om duidelijk te maken voor wie de milieuzone geldt en waar die begint. 6 borden onder elkaar aan één paal. Een automobilist moet in één oogopslag kunnen zien wat er bedoeld wordt, maar dat is hier niet mogelijk. Verkeersborden moeten ook direct aan de weg staan. Dat geldt niet voor de borden die de milieuzone markeren. Die staan soms bijna 10 meter uit de kant van de weg. Zoals hier bij de Nelson Mandela-brug. Maar helemaal bont maakt de gemeente het op de Kroezelaan. Daar staat het bord dat de milieuzone moet markeren al weken verstopt achter een paar bouwhekken. Tot woede van veel automobielclubs. Je moet dat maar eventjes zien. Je mag je 50 km per uur. Je moet rekening houden met de fietsers, met het kruispunt. En als je dat dan even niet gezien hebt, dat is volstrekt logisch eigenlijk. En als je niet weet waar die milieuzone begint, ja, dan heb je zomaar een boete aan je broek hangen. Dit belangrijke onderbord is vanaf de weg in het geheel niet te zien. En zo weet je dus niet voor wie het verbod geldt. Ook andere automobielclubs, zoals de ANWB en de KNAK, maken zich boos over de milieuzone in Utrecht. De KNAK vindt dat dit bord niet het milieu dient, maar vooral de gemeentekas spekt. En ook de BOVAG zet zijn vraagtekens bij het beleid. Het is op zich natuurlijk een hele rare situatie hier. Want de gemeente wist natuurlijk dat een aantal dagen na het plaatsen van die borden ook hier gebouwd zou gaan worden. Dat die graafmachines zouden staan, dat hier een bouwhek neergezet zou worden. Dus ik vraag me af wat de rechter er überhaupt van zegt wanneer iemand hier een boete oploopt. Want je kan het gewoon niet zien. De gemeente is een week geleden al geïnformeerd dat dit bord niet zichtbaar is. Maar doet verder niets. Waarom de gemeente deze situatie niet aanpakt, weigert een woordvoerder van de gemeente te zeggen. Maar ondertussen loopt de teller met boetes stevig op. Nou, de gemeente Utrecht ging ervan uit dat er maar enkele boetes zouden worden opgelegd na invoering. De eerste dag bleek al dat er 150 waren. Het toont in elk geval aan dat heel veel mensen niet op de hoogte zijn. En dan stroomt de boetepot wel vol, maar dan haal je natuurlijk niet je doelstelling. Wethouder Lot van Hooijdonk van GroenLinks is verantwoordelijk voor de milieuzone. Zij wil niet reageren. En verslaggever Mark Verrossum staat bij het beruchte bord aan de Kroezelaan. En nu zit er ook nog een groen bordje voor, zie ik. Zeg Mark, waarom wil de wethouder niet reageren? Dat is een hele goede vraag. Antwoord weet ik ook niet. Toen de milieuzone werd ingevoerd, wilden ze dolgraag voor onze camera's verschijnen. Maar nu ik met een kritische vraag komt over de zichtbaarheid, wil ze dat niet. De officiële lezing is dat de zaak onder de rechter is. Nou, dit bord is niet onder de rechter. Maar de KNAK heeft de milieuzone zelf ter discussie gesteld bij de rechter. Die zaak die dient over 10 dagen. En tot die tijd wil de wethouder geen enkele vraag aan mij beantwoorden. Nou goed, die milieuzone heeft heel veel publiciteit gekregen. We weten nou toch wel dat je met een oude auto Utrecht niet in mag? Ik denk dat de Utrechters, de inwoners van deze stad, het inmiddels wel weten. De provincie zal het ook wel weten, maar daarbuiten, die mensen die weten eigenlijk van niks, denk ik. En als ze al weten dat er in Utrecht een milieuzone is, dan hebben ze natuurlijk geen flauw benul waar die begint of waar die eindigt. En voor die mensen is het heel belangrijk dat die borden begrijpelijk en goed zichtbaar zijn. En wat dacht je van toeristen? Buitenlandse toeristen, die weten echt helemaal van niks, die begrijpen er helemaal niks van. Rij je hier langs, patsboom, 90 euro boete, welkom in Utrecht. Dankjewel, Mark Verrossen. Doet Dirk M. uit Zeist alsof hij dement is? Dat wil het OM weten. De man wordt ervan verdacht dat hij de familie De Mol heeft afgeperst en heeft ook bekend. Hij dreigde de kinderen van Linda De Mol wat aan te doen als hij geen miljoenen zou krijgen. M. hoeft niet in de cel,
omdat uit onderzoek blijkt dat hij aan een ernstige vorm van dementie leidt. Maar het OM wil weten of dat wel klopt en probeert extra deskundigen te laten horen. Morgen is er een zitting en de zaak wordt volgende maand inhoudelijk behandeld. Liefdadigheidsorganisatie Symphony denkt dat een pyromaan het op haar gemunt heeft. In 2 maanden tijd zijn er al 9 kledingcontainers in vlammen opgegaan. Het is gewoon ontzettend jammer. Ontzettend jammer van heel veel moeite. Vannacht was het raak in Wijk bij Duurstede. Maar eerder gingen er ook al textielcontainers in Bunnik en Doorn in de Hens. En in die laatste plaats zelfs 3 keer. Symphony wordt er moedeloos van en heeft geen idee wie erachter zit. Daarbij is er ook flinke schade aan de containers. Daarnaast is het natuurlijk tegenover je donateurs ontzettend vervelend. Die mensen doen met de beste bedoelingen zeg maar textiel doneren. En vervolgens verdwijnt het gewoon in het niets. Dus dat is ontzettend zonde. En het is eigenlijk hetzelfde effect als wanneer die mensen het zeg maar bij het afval gooien. Hockeygluurder, zwempedo. Het zijn titels die je liever niet hoort, zeker niet bij de vereniging waar je kind lid van is. Daarom moeten clubs standaard hun vrijwilligers vragen naar een verklaring omtrent gedrag. Een nieuwe campagne vraagt daar aandacht voor. Het is goed nieuws, vindt ook Scouting Nederland in Leusden. Vaak zijn het kleine verenigingen die denken, oh, dat gebeurt niet bij ons. Maar toch is het zaak om vrijwilligers te screenen. Ook ouders mogen best mondiger zijn en daarnaar vragen. Op die manier moet seksueel misbruik vooral bij kinderen eerder worden ontdekt of, beter nog, voorkomen. Zo'n VOG is een stap in de goede richting. De VOG is een van de maatregelen die je moet treffen. Maar het mooie van een VOG is dat daarmee gescreend wordt of iemand in het verleden in de fout gegaan is. Het is niet zaligmakend, het is absoluut niet de enige maatregel die je moet treffen. Maar hiermee kun je wel een belangrijk deel van de problemen buiten de deur houden. Sinds begin dit jaar is de aanvraag voor alle clubs gratis en er zit ook wel groei in nu. Zo vragen in onze regio voetbalclubs Dovo en De Meern standaard hun vrijwilligers om een verklaring omtrent gedrag. Koningin Maxima was vandaag in Utrecht. En ze was bij een toespraak van een Zuid-Amerikaanse hoogleraar. Deze Chileense professor bezet de Prins Klaus leerstoel van de Universiteit Utrecht, die daarmee onderzoek steunt op gebied van ontwikkelingssamenwerking. Maxima is daar beschermvrouw van. Vandaag komt trouwens de vlag uit voor de koningin. Ze werd gisteren 44, maar op zondag wordt nooit gevlagd. Het is de dag van de boa. Niet van deze jongen, van de slang, maar de buitengewoon opsporingsambtenaar. Die hebben nog altijd geen goed imago. Als parkeercontroleurs en gemeentelijke handhavers een boete uitdelen, stuiten ze op veel onbegrip. Zo'n 300 boa's gingen in de jaarbeurs met elkaar in gesprek hoe je het beste kunt reageren op lastige situaties. Wat? Andere hand op de rug, andere hand. Been over elkaar, been over elkaar. Goed zo. En heb je hem nu onder controle? Helemaal. Ja, dat gaat nog best hard, zo'n aanhouding. Althans, zo lijkt het. Maar wat de heren van Redsef demonstreren is een manier van zelfverdediging zonder klappen uit te delen. Het is juist niet vechten, nee. We willen juist op de boa-beurs dusdanig werken dat we weten te verdedigen. Dat is 1 natuurlijk. En 2 van ons af weten te houden. Eigenlijk met zo min mogelijk geweld en agressie. Ja, omdat het dan ook weer daadwerkelijk agressie opwekt. Rust, rust, rustig, rust. Wat rustig? Rustig. Wat rustig? Hey. Doe eens even normaal. Rustig, jongen, rustig. U kent vast de nieuwskoppen wel. Treinconducteur mishandeld, ambulancepersoneel lastiggevallen. En ook boa's of buitengewoon opsporingsambtenaren krijgen steeds vaker te maken met agressie in allerlei vormen. Als je bijvoorbeeld iemand een bekeuring uitschrijft, ja, dan zit je in iemands portemonnee. En dat wekt gewoon agressie op. Dus mensen kunnen daar, ja, de een die zegt dankjewel, die neemt hem aan. En de volgende die reageert agressief. En uitschelden, verbaal geweld, gebeurt dat wel eens? Ja, dat gebeurt zeker. Nou is het wel zo dat je als jeugdboa je daar ook in getraind bent. Want dit is natuurlijk iets wat jongeren wel kunnen doen. Hè? Net als je wegfietst en niet meer kijkt dat ze dan nog even schelden. Dus het is ook wel een spelletje wat de jeugd speelt. Maar daar worden wij natuurlijk wel in getraind. Toch is het vervelend als je tijdens je werk agressief benaderd wordt. Als iemand je aanvalt moet je natuurlijk reageren. Maar hoe ver ga je daarin? Bijvoorbeeld een verdediging, die heb je geplaatst. Maar dan mag niet doorgaan, natuurlijk maar slaan. Dat doen we natuurlijk niet als boa zijnde of security. Je probeert iemand te controleren. Nou, dat is moeilijk. Als dat dan niet lukt, dan stap je natuurlijk naar achter. Doe dan rustig, rustig, rustig. Eén. Niet slaan dus, maar deescaleren met woorden. Zodat je dit soort technieken als boa bijna nooit hoeft te gebruiken. Op de buik, handen op de rug. Benen over elkaar.
en hier vandaag gaan we werken. Nou, dus mocht u binnenkort een boete krijgen, ik zou even tot 10 tellen. Kromme komkommers, vierkante pompoenen. Een nieuwe pop-up winkel in Hoog-Catharijnen haalt de gekke groenten uit het verdomhoekje. Zoals deze tomaat. Het bedrijf Kromkommer verkocht al langer soepen gemaakt van afgedankte groenten. En nu openen ze een tijdelijke groentezaak. Zo willen de initiatiefnemers de verspilling van groenten en fruit onder de aandacht brengen. Gekke groenten vormt toch al gauw 10% van de hele productie. Dus ga maar na wat er elk jaar zomaar wordt weggegooid. Hier gaan wij dit soort groenten in de schappen leggen en verkopen. Om aan mensen te laten zien hoe lekker ze eigenlijk zijn en hoe zonde het is dat dit soort prachtige producten verspild worden. De waterpolomannen van UZSC uit Utrecht zijn landskampioen. En u ziet het, dat werd spetterend gevierd. Het was de eerste keer dat de Utrechters de titel konden grijpen. En dat deden ze ook overtuigend. Ze versloegen tegenstander het Ravijn uit Nijverdal met 9-4. Roeland Spijker scoorde maar liefst 6 van de 9 Utrechtse goals en werd daarmee man van de wedstrijd. Trainer Willem-Wouter Gerritsen is apetrots. In deze stad, in deze sport, je hebt 1 keer per jaar eentje. Deze is van ons en die blijft een heel jaar van ons. En daar gaan we verschrikkelijk van genieten. En hij is er schor van. Begrijpelijk. We gaan naar de bank. Riks. Ja. Een man die dreigde zijn flat op te blazen in Overvecht. Dat is een van de incidenten met verwarde mensen waar de politie de laatste tijd de handen vol aan heeft. Volgens de politie zijn die incidenten flink toegenomen. Politici en deskundigen uit de gezondheidszorg spraken daar vandaag over. En donderdag is er een debat met de minister. Wij praten erover met onze stamgast. Vandaag Broos Nets en met Laura van Goor, psychiater bij Altrecht. Is het nou echt zo alarmerend als het klinkt? Nou ja, ook dat is een relatief begrip. Ik kan me voorstellen als de politie ziet dat daar een toename is, dat het voor hun alarmerend is. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat we eerst moeten begrijpen wat we bedoelen met een verward persoon. Ja, dat klinkt wel heel erg breed. Ja, en dat is ook precies wat het is. Het is een definitie die uiteindelijk in het leven is geroepen door de politie. Dus die hebben het begrip gelanceerd en zijn toen gaan kijken. Dan zie je een enorme toename. Maar datzelfde gebeurt als je kijkt naar blauwe fietsen en zegt, nou, we gaan vanaf nu blauwe fietsen tellen. Dan is er een enorme stijging in blauwe fietsen, omdat je gaat opletten, omdat je ze gaat zien. Nou, dat is een beetje wat we zien met sociale media, met tellen. Ja, we zien een toename van verwarde mensen. En de term is in die zin verwarrend en vind ik ook stigmatiserend, is dat er vervolgens naar de psychiatrie wordt gekeken van, oh, verwarde mensen, dat zijn allemaal psychiatrische patiënten. Mm-hmm. Daar moet een dokter wat mee, die moeten in een ziekenhuis, die moeten vooral opgeborgen worden. En ik denk dat we daar dat echt genuanceerder ligt. Ja, de individuele mens achter de problemen zien we niet. Hoe het ook zij, het nieuws staat er wel bol van. Het lijkt iedere dag wel raken. Een man die de Demkabrug niet meer af wil, of een man die dreigt zijn woning op te blazen. Het zijn zomaar 2 voorbeelden van afgelopen jaar. Volgens de politie is er een stijgende lijn van incidenten met verwarde personen. In 2012 zijn er een kleine 900 voorvallen in onze regio. De 2 opvolgende jaren is de 1000 ruim overschreden. Ik denk dat iedereen in deze situatie kan belanden. En sommige mensen vroeg en andere laat en andere niet. Aniek Lemmens komt zelf wel uit zo'n situatie. Sinds haar jeugd kampt ze met psychische stoornissen, zoals depressies, angsten en een eetstoornis. Inmiddels gaat het beter met haar en volgt ze de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. Maar haar instabiele periode heeft een grote invloed op haar leven gehad. Ik ben ook wel vriendschappen kwijtgeraakt en ik begrijp dat wel, want ik heb heel weinig kunnen geven in die periode. En andere mensen begrepen het helemaal niet en die zeiden, maar ja, hou nou eens op en ga gewoon weer werken en je moet aan je toekomst bouwen. Dus er lag best wel een druk van andere mensen. De wereld van verwardheid is Aniek niet vreemd. Daarom kan ze zich goed verplaatsen in de cliënten waar ze nu mee werkt. Ik vind het heel erg dat verwarde mensen worden gezien als mensen die overlast veroorzaken. Want ja, bijna alle mensen die verward zijn of die overlast veroorzaken, die hebben een verhaal. En als je dat verhaal kent, dan kun je nog als heel blij zijn dat het niet jouw verhaal is. Zelf heeft Aniek nooit voor overlast op straat gezorgd. Ze zat vaak in haar eigen wereld, waardoor ze juist niet op haar omgeving reageerde. Ik heb wel eens me verstopt op een grote stapel boomstammen. En toen was er een meneer en die sprak me aan en die vroeg, gaat het wel goed? En toen werd eigenlijk die schulp een beetje doorbroken. En dat vond ik wel heel goed van die meneer. Maar eigenlijk denk ik dat we dat allemaal zouden moeten doen. Als je iemand ziet rondlopen die
verward is of waarvan je ziet, daar gaat het niet goed mee, spreek hem aan. Ja, spreek hem aan. Ik denk dat veel mensen daar huiverig voor zijn misschien. Ja, maar dat is ook precies, ze verwoordt het wel goed. Het is iets waarvan we moeten kijken, is dat van de maatschappij of is het niet van de maatschappij? Kijk, dat er een toename is van agressieincidenten, ja, dat herken ik wel. Dat zien we bij hulpverleners, agressie naar ambulancepersoneel, NS-personeel. Er is een toename van agressie in deze maatschappij. Er is een toename van hoe je je moet gedragen. Er is een toename van financiële druk. Hè. Dus de last voor mensen wordt hoger en daar wordt vaak agressief op gereageerd. Ja, we zeggen ook met z'n allen, als je zo'n agressieincident ziet, ga staan, maak een front. Maar om nou te zeggen, naar alle verwarde mensen loopt er naartoe. Nee, maar kijk wel. Maar merken jullie bij Altrecht, een brede organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, ook dat er meer mensen zich melden met psychische problemen die niet langer bolwerken? Nee, dat zien we niet. We zien binnen de acute psychiatrie, dus de groep die we beoordelen samen met de politie, zien we geen toename, zien we geen stijging. 2013, 2014, 2015 zien we zelfs dat er iets minder vraag is vanuit de politie. Dus die toename herkennen we niet, ook niet om aantal opnames. Dus over wie hebben we het? We zien natuurlijk wel ook in de maatschappij een toename van middelenmisbruik. En we zien een toename, dat willen we met z'n allen, dat we mensen thuis willen behandelen. Maar wat we ook zien zijn bezuinigingen. En ik kan me voorstellen dat daardoor de drempel om hulp te vragen groter is. En dat mensen misschien wel langer met problemen door blijven lopen. Ja. Nou, dat kan ik niet ontkennen. Dat kan. En dan is weer de vraag, dat verwoordde deze dame wel heel goed in haar verhaal. Het een is overlast veroorzaken en het ander is hulp nodig hebben. De meeste mensen met een psychiatrische aandoening die hulp nodig hebben en die dat vermijden, dat zijn mensen niet de mensen die overlast veroorzaken. De mensen die overlast veroorzaken, dat zijn weer mensen die komen op een andere manier in beeld. De mensen die weten jullie wel te vinden. Want je hoort ook vaak verhalen van dat er aangeklopt wordt bij dit soort loketten. Dat de wachtlijsten erg lang zijn. Die niet geholpen kunnen worden. Dus uiteindelijk op straat blijven rondhangen. Of in een verwarde situatie thuis blijven zitten. Is dat een situatie die meespeelt? Nou, dat vind ik een goede vraag. Die herken ik persoonlijk voor Altrecht, voor Utrecht niet. Op het moment dat er sprake is, de huisarts is meestal degene die in beeld is. Die kan beoordelen, is er spoed, is er niet spoed. En als het nodig is, zijn we er binnen het uur. Ja. Dus dat schatten we in. Maar als iemand heel boos is, omdat hij geen huisvesting heeft of omdat hij schulden heeft, dan zeggen wij ook van dat is heel naar voor u. Wij kunnen u niet helpen. Ja, maar je had het idee dat je vroeger minder als burger mee geconfronteerd werd. Ik heb het ook het idee dat mensen veel sneller gehospitaliseerd werden, opgenomen werden, dus van de straat werden gehaald. En nu kom je dat vaker in je eigen domein, in je eigen omgeving tegen. Heeft dat met bezuinigingen te maken in de geestelijke gezondheidszorg van de laatste tientallen jaren? Het is niet iets van de laatste tijd, maar het speelt veel langer. Nee, want het is de gezondheidszorg is ontploft aan hoeveelheid, aan aanbod. En je kan overal klinische en polyklinische behandeling krijgen. Dus ik denk dat die roep die erom is wel beantwoord wordt. Maar de vraag is, patiënten overal, hè, ook binnen de gewone somatische zorg, zijn veel eisen. Maar is het dan tijdverspilling dat de Kamerleden vandaag met mensen uit het veld praten en dat de minister in het debat gaat met de Kamer? Nee, dat is geen tijdverspilling. Maar dat is wel goed dat we weer terugkomen op de beginvraag van wat is een verwarde persoon? Mm-hmm. Er is ook een groep mensen, verwarde mensen, die daadwerkelijk psychiatrische klachten hebben. En daar kunnen wij als GGZ echt wat in betekenen. En daarvoor is het belangrijk dat we samen gaan werken. Samen gaan werken met de politie, samen gaan werken met de gemeentes, samen gaan werken met de zorgverzekeraar, om met z'n allen te gaan zeggen van hoe nemen wij onze verantwoordelijkheid en gaan we niet inderdaad het balletje van die en van die en bij dit loket moet u niet zijn of bij die moet u eerst een aanvraag zus doen. Hè? En wij kunnen dat niet gezamenlijk doen, want we zijn een verschillend financieringspotje. Nee, dat je echt zegt, dit pakken wij op deze regio zijn wij verantwoordelijk voor en dat doen we ook. En wij zorgen dat iemand op de juiste plek komt. Dat is een stap die moet gezet worden. Ja. Dat is een nieuwe stap. Dat hebben we natuurlijk de hele tijd niet gedaan. Want we konden ook als GGZ een hele hoop dingen zeggen. Ja, dat doen we allemaal wel zelf. Want er was een ongelimiteerde stroom met geld, om het zo maar eens te zeggen. Die is er niet meer, dus nu moeten we het samen doen. Dus dat zou mooi zijn als daar deze week een aanzet toegegeven wordt. Daar wordt een aanzet toegegeven. En dat is wel mooi, want in Utrecht lopen we daarin voorop. Want daar loopt een initiatief van de Taskforce EPA. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Maar dat is in ieder geval een initiatief vanuit de gemeente Utrecht. Waarbij de zorgverzekeraar, Achmea, ook betrokken is. Daarbij zit de verslavingszorg. Daarin zit onze Begeleid Wonen Stichting. Daarbij zit Altrecht. En waar we zitten met z'n allen om de tafel om te zeggen,
we gaan niet kijken wat ons aanbod is. Nee, we kijken, dit is de wijk, dit is de vraag die er is. En hoe gaan we met z'n allen zorgen dat we deze zorg kunnen leveren? Proost, culturele zondagen. Daar ben jij de voorman van, trouwens ook van Straatnieuws. Dus dat is wel grappig, in die hoedanigheid heb je misschien wel te maken met dak- en thuislozen ook. Ja. Maar jij bent een man met vele petten. Ja. Culturele zondagen, die verdienen wel eens een extra spotlicht, zei jij. Het wordt zo langzamerhand als vanzelfsprekend ervaren dat er een 10, 8, 9 culturele zondagen per jaar worden georganiseerd. En dat is gewoon een vast onderdeel van het culturele programma in de stad geworden. Maar het feit is dat we ondertussen al 13 jaar draaien. Is dat bijzonder in Europa? Dat is bijzonder, het is uniek. Is dat in Nederland ook niet, Amsterdam? De grap is, ik heb toevallig zelf bij de geboorte en bij de wieg gestaan van de culturele zondag. Het was een idee van Leef Brutter. Er werd er heel sceptisch op gereageerd. Een cultureel initiatief vanuit de politiek. Daar moet de politiek vooral vanaf blijven. Maar al heel snel was duidelijk wat de bedoeling was. Het was met name de insteek om Utrechters die niet of nauwelijks met cultuur te maken hebben, een laagdrempelige mogelijkheid te geven om met cultuur in aanraking te komen. Nou, dat heeft zich langzaam maar zeker opgebouwd en het is nu niet meer weg te denken. En de grap is ook dat vriend en vijand ook in de politiek dit evenement omarmd heeft. Dus dit is een vast onderdeel ook voor de komende jaren nog in de programmering van het culturele leven. Je gaat vaak zelf de stad in als de culturele zondag is. Wat vind je nou zelf het leukste van die dagen? De diversiteit. We werken steeds met andere thema's. We werken ook steeds met andere partners. Ook met andere formats. We zijn ooit begonnen met 20 culturele zondagen in een jaar. En als je je realiseert dat dit jaar er maar 7 zijn. Maar wel zondagen met meer inhoud, meer diepte, meer partijen. Waar meer bezoekers per saldo komen. In 2013 hadden we bijna 200.000 bezoekers. Maar zijn dat dan ook allemaal, je zegt divers. Is dat dan ook publiek van alle kleuren en alle leeftijden? Ja. Maar met name uit de stad Utrecht en de regio. En ook alle culturen. Het hangt wel een beetje af wat voor type zondag je organiseert. Maar we hebben ook een hele tijd het wereldfeest in huis gehad. En dan zag je echt dat het een multicultureel verhaal was. We zien hier wat beelden. Ja, er staat echt van alles door elkaar. Ja. Maar wat ik belangrijk vind om te melden, wat je nu ook ziet gebeuren. In het verleden zag je dat er heel veel gekopieerd werd van de culturele zondagen. Iedere stad die had er wel een variant van en die plakte er een andere etiket op. Maar nu wordt er ook professioneel een beroep gedaan op onze organisatie om mee te denken en mee te helpen organiseren. We hebben bijvoorbeeld 2 maanden geleden een kijken-kopen zondag gehad hier in Utrecht. Hè, waar cultuur en commercie aan elkaar werden geplakt. Mm-hmm. Dat was een groot succes, was een mooie dag ook. Wij worden nu benaderd door steden als Alkmaar, als Arnhem, als Rotterdam. Om vergelijkbare zondagen daar te programmeren. Onze expertise en kennis daarin te brengen. Kijk. En het leuke is dat we ook Utrechtse acts en artiesten en kunstenaars daar gaan programmeren. En zo snijdt het met z'n 2 kanten. We hebben opeens een exportproduct als stad in handen. Het is geweldig. Ja, mooi. Ja. Over cultuur gesproken. Een Utrechter die binnenkort wel eens zou kunnen doorbreken in het buitenland is de jonge filmmaker Marijn Maas. Marijn is pas 22, maar zijn korte film Another Shot gaat morgen internationaal in première op het filmfestival in Cannes. En nou, Broos, luister mee, want u weet kan die keer op een zondag in Utrecht ook nog eens. Zijn film gaat over een jongen die een telefoontje krijgt van zijn toekomstige zelf. Dit is een van mijn favoriete shots. Zo'n hele lange tracking shot. Je hoeft niet van de filmacademie te komen om op het witte doek in Cannes te verschijnen. Dat bewijst Marijn. Hij is nog maar 22 jaar en debuteert nu al bij het grootste filmfestival ter wereld met de film Another Shot. Het gaat over een jongen die een telefoontje krijgt van zijn toekomstige zelf. Okay, I know this will be a lot to take in. I'm calling you from the future. En die wil hem dan helpen om het iets beter op track te krijgen. En zijn verhaal slaat aan bij de Franse jury. Marijn kwam achter zijn talent toen hij 5 jaar geleden een ernstig ongeluk kreeg. Hij viel op vakantie van het balkon en belandde met een dwarslesie in het ziekenhuis. En toen heb ik van een van mijn leraren 200 films gekeken om te kijken. Heb ik allemaal gekeken in die periode. En toen vond ik het helemaal fantastisch. En sindsdien zit hij op een filmclub. Als regisseur is het lastig dat Marijn moeite heeft met lopen. Zoals bijvoorbeeld bij dit loopshot. Marijn moest aan de zijlijn toekijken of het allemaal wel goed ging. Ze konden helemaal niet zien wat er gebeurde. En dan moest ik de hele tijd terugkijken van of het allemaal goed is gegaan. En dan gaat het niet altijd zoals je wil. Hij zit nu te veel aan de zijkant.
Ja, hij blijft kritisch, maar vertrekt morgen wel naar Cannes, waar de grootste sterren van de wereld over de rode loper gaan. En natuurlijk hoopt hij wat contacten te maken in de filmindustrie. De voorzitters van de selectie, van de prijzen. Dus die zijn er ook, die lopen er ook rond. Dus je weet maar nooit. En hoewel hij niet tussen de celebrities over de rode loper gaat, is Marijn toch goed voorbereid. Ik ben er klaar voor. Kijk eens aan, prachtig. En Broos, is het wat voor de culturele zondagen? Ja, nee, het thema aardfilm is absoluut een onderwerp wat een culturele zondag verdient. Van Cannes naar Utrecht. Ja, het weer vanavond en vannacht nog een enkele bui. Het wordt ongeveer 8 graden. Ook morgen vallen er geregeld buien met een kleine kans op onweer. Het wordt dan hooguit 14 graden. En ook de dagen daarna is het koel en bewolkt met een grote kans op wat regen. Nou, dat zien we ook wel terug op de weerfoto van vandaag. En die is van Joke. Wat kan ik ervan maken? Ja, het is gewoon wat het is. Een grauwe, dichtbewolkte lucht. Geen zon. Uw foto's zijn welkom. Stuur ze naar weerfoto@rtvutrecht.nl. Ja, misschien zien we hem binnenkort in de uitzending. Wij bedanken onze gasten. Laura van Goor. We hadden het over de problemen in de psychiatrische hulpverlening. En Broos Snets, die heel trots is op de culturele zondagen, die een soort exportproduct worden. Dank jullie voor je komst. En wilt u meer nieuws zien? Kijk dan natuurlijk op onze site rtvutrecht.nl of op de app. En morgen zijn we er weer. Hele fijne avond nog. Dag.